Maurice 1-2 verliezen, thuis, weer. We kunnen alles erbij halen. Gewoon even jouw reactie. Ja, ongelooflijk balen. Uh, je bent uh, elke dag keihard met die gasten bezig om, uh, om beter te worden, om vastigheden te trainen. En dan, uh, ja, dan, het enige wat je dan nodig hebt is een keer een recordresultaat. En dat, uh, ja, dat blijft ook weer vandaag uit. Ik wil toch graag even de eerste goal laten zien. Of waarom wil ik die laten zien? Omdat het wel een beetje symptomatisch is. Van hoe doelpunten ontstaan de afgelopen tijd nog los van wat er gebeurt. Het gaat zo snel naar voren. Wat gebeurt hier nou, zeg, in het algemeen? Nou ja, ik denk al, als je het ziet bij de paas van Hato, is dat wij uh, niet goed staan. Dus totaal niet goed in de, in, de, in de organisatie. We zouden ook met twee sessen spelen. De dus steler moet eigenlijk rondom de scheidsrechter spelen. Dan kun je die tweede bal pakken. Nou, je ziet dat iedereen weg is. Ja, en dan uiteindelijk vind ik ook niet dat we hem goed verdedigen. Kijk, volgens mij moet medisch gewoon meelopen hier. En, uh, en dekken. En dan kan hij in die hoek. moet hij er eigenlijk niet in kunnen. Is dat dan ook een kwestie van kwaliteit? Overigens zeg ik niet dat dat een fout van Jay is. Hè? Ik vind als hij als medisch iets korter zit. dan kan hij er eigenlijk in die hoek niet meer in. Duidelijk. Je ja, uitleg is duidelijk. Uh, je zegt ook dat er lichtpuntjes zijn. dat de afstemming af en toe beter gaat. Hè? dat je tijd nodig hebt. Is zo'n voorbeeld als dit. Hè? wat je nu uitlegt ook niet gewoon. dat is natuurlijk wel lastig voor jou. maar dat de kwaliteit niet aanwezig is. Um, ja, nou ja, soms uh, heb je, vind, vind ik dat je daar wel mee te maken hebt. Alleen uh, het is nog steeds aan mij. Ook als je de kwaliteit uh, minder is als, als je de laatste jaren gewend bent, dan is het aan mij als coach om daar uh, nog steeds het maximale uit te halen. En jij kijkt dan ook in de spiegel en denk je: doe ik dan ook iets fout? Waarom gebeurt dat? Maar blijkbaar, of bereik je ze niet, of kunnen ze het niet aan wat jij wil? Nou ja, wij. wij... Ja, wij geven zo duidelijk mogelijk aan hoe we te spelen, wat we van asset kunnen verwachten, hoe we de vrije man kunnen vinden. Nou, ook dat ging erg moeizaam in de eerste helft, hè. ook in een te traag tempo. Ja, dit is natuurlijk uiterlijk gewoon uh, meelopen met je man. En dat, staan ook, uh, ja, dat is ook een, een duidelijke regel bij ons, gewoon in de 16 meter uh, je man volgen. Afgelopen weken had je nog wel wedstrijden waarin je veel creëerde. Dat was er nu ook niet. Komt dat? Nee, ik, uh, dat, dat vond ik van de week wel. En ook uh, tegen RKC. En nu uh, ja, te weinig. Uh, ik denk dat het tempo te laag was. Uh, dat we te geforceerd elke keer uh, probeerden de nummer 6 vrij te spelen. Uh, in een hoger tempo moet het uh, moet veel dynamischer. En dat, uh, ja, dat is een kwestie waar we ook gewoon weer op moeten trainen. De dynamiek komt ook als je je lekker voelt, hè? Mijn vraag is ook aan jou: de groep, hoe is die eraan toe? Is, is er moedeloosheid? Nou, je ziet natuurlijk wel ook net, we hebben de jongens net allemaal een hand gegeven, want ze vliegen allemaal uit vanavond of morgen. Ja, je ziet natuurlijk ook dat dit wederom een knak in het vertrouwen is. Op het moment dat je na afgelopen week denkt, hey, het gaat weer wat omhoog. Het is broos. Dus ja, wij zullen die groep weer bij elkaar moeten halen. Misschien is het voor sommige jongens lekker dat ze toch even ergens anders heen gaan. Even een andere omgeving. En dan hoop ik dat ik ze weer helemaal fris terug heb voor de wedstrijd tegen Utrecht. Is het hopeloos? Nee, zeker niet. Nee, nee, het is. Nee, ja, sorry dat ik wil interpreteren, maar dan gaat het om. Dan zie je dus hoop. Dan zie je dus perspectief. Please, help ons. Waarin? Nou ja, ik zie perspectief nog steeds dat we beter kunnen als wat te laten zien en dat is uh, aan mij en mijn staf om dat eruit te halen. Uh, dat uh, hebben we bij Vlagen laten zien, dat hebben we vandaag uh, niet laten zien. Dat moet veel beter. Maar we hebben wel momenten al in, uh, in de voorgaande wedstrijden gehad dat we wel beter spelen als vandaag, dat we ook beter verdedigen. Maar uh, ja, nogmaals, het, is, uh, het, het zelfvertrouwen moet heel snel terugkomen en het uh, blijft broos. Uh, twee dingen nog. Je hebt, uh, we weten Louis van Gaal. Heb je daar ook koffie mee gedronken? Nee, nog niet. Helemaal niet. Ga je wel mee doen. Hè? deze week toch lekker? Melk, melk en suiker. <laughs> ik weet niet nee, hoe. Maar je, gaat, je gaat wel kletsen, denk ik. Nou ja, uh, ik neem aan dat, uh, dat, uh, dat uh, meneer Vergaal was er vanavond. En uh, ja, ja daar, uiteraard ga je ook. Uh, want hij is nu uh, officieel ook in dienst van Ajax. En dus logisch dat is logisch uh, dat heb ik al eerder gezegd, iemand met die statuur, dat je daar uh, mee rond de tafel gaat en uh, adviezen uh, inbiedt van hey, hoe kun je deze reeks doorbreken. Dus dat is logisch. Slot, je bent honderd dagen volgens mij in dienst bij Ajax, zo min of meer. Dat heb je ook bij presidenten. Hoe vind je het nou? Ja, ik, ik, het, ik snap die vraag. En, uh, het, is, het, is, het zijn soms zware tijden. Maar ik ben nog steeds ongelooflijk uh, blij bij deze club. Uh, met, met deze mensen, bij deze mooie club. En uh, ik zal nog steeds elke dag uh, 24-7 alles geven om, hem weer, uh, om, om weer erbovenop te komen. Ja, sta hier ook? Jij gaat niet opgeven. Nee, zeker niet. Zeker... Moeten je er vanaf halen? <laughs> nee, nee, zeker niet. Want dat verdient deze club niet. En uh, deze club is, uh, is, is, heb ik leren kennen als zo'n geweldig mooie club. En, en ja, ik, ik zal er alles aan doen om binnen mijn mogelijkheden en wat ik zelf kan beïnvloeden om het om tijd te keren.